dat was weer een langs elkaar heen lulgesprek, was dat, hè? Vooral op het eind. Was echt oh, man. Wat jullie tijd hebben om al die programma's te kijken, joh. Ja, het is echt leuk. Jawel, man. Het is echt heel leuk. Wat is er met Ajax aan de hand? Ja, waarom moet je dat altijd aan mij vragen? Nou, ik ben een Feyenoorder, ik ben geen Ajaxiet. Nederlands elftal. Wordt dat nou wat met die Koeman, denk jij? Jawel, ja, waarom niet? Willem, het zou van feest zijn als jij... Moet wat vaker komen nou, met dit soort uitspraken. Wat zit je nou gek te doen tegen mij ineens? Hoe bedoel je? Ja. Voel je aangesproken? Ja. Nou, fijn dat je er was. Ja. Groet aan je vrouw. Ik zal het doen. Groet aan je vrouw, hè? Ja. Niet vergeten. Nee. Maar zouden ze dat oefenen? Nee. Ja, controleren. Nee, waar slaat dat nou op? Nou, waarom? Ik heb de laatste keer ontmoet. Ik was er heel veel onder de indruk. Ja? Ja. Leuke vrouw heb je. Nou, ik zal het zeggen. Ja. Jij vroeg je af of ze dit oefenen? Ja, dat is toch... Dit verzeer je nee, toch niet? Nee, dit kun je niet oefenen. Maar dat zijn twee oudere heren die op zaterdagochtend vroeg hun nest uit moeten. Want dan wordt echt vroeg, hoor. Zaterdagochtend wordt dat opgenomen. En dan krijgt Willem, die altijd een beetje humeurig is, zeker 's ochtends vroeg... En die krijgt dan een domme vraag, want die krijgt alleen maar domme vragen. En die zet dan meteen zijn stekels op en dan krijg je dit soort gesprekjes. Ja, maar dit is Jeske Vet voor gepensioneerden, is het gewoon. Ja, het is echt een feest, ik zat er vorige week bij, het is echt een feest om bij te zitten. Maar hij doet het ook een beetje om Willem een beetje gelijk. Dat doet hij ook wel, hoor. Dat vindt hij leuk. Ga je mensen slimmer dan we allemaal denken, hè? Ja. En Dries Roefink, heb je die ook gezien? Dries Roefink. Ja. Met dat wijntje wat gebracht. Ja, die heeft gevraagd, werk om zingen, begrijp ik. Ja, met samen met Harry. Ja. Harry heeft een dubbel tarief gevraagd. Daar moeten we even goed over nadenken. Ja. Ja, maar Dries Roefink gaat wel in het concertgebouw staan. Dat kunnen niet veel mensen zeggen. Nee. Dus je gaat zingen. Wat wel een schande is, hoor. Dat hij daar gaat staan. Dat zo'n slechte zanger in zo'n mooie zaal gaat staan. Ja, maar John de Bever staat in Ahoy, dat kan. Dat hoort bij elkaar. Nee, dat kan, dat is volks. Ja, dat is oké. Maar Dries Roefink in het concertgebouw staat. Nee, dat kan niet. Die kan ook niet in Carré. Nee, nou ja, goed, ik zal er nog even goed over nadenken. Maar Harry, vak apart.